Hallo en welkom bij deze SketchUp Expert video voor Mac. Ik ga je laten zien hoe je SketchUp opstart nadat je hem voor het eerst hebt geïnstalleerd. Als je in het installatiemenu bent doorgegaan, dan tref je dit aan op je scherm. En waarschijnlijk staat daar ook het SketchUp-icoon bij. Als je die dubbelklikt en je hebt verder nog niets gedaan, dan kom je in dit scherm. Dat zegt welkom, log alsjeblieft in om gebruik te maken van SketchUp. Dat ga ik doen en even kijken wat er dan gebeurt. Dan popt mijn browser op en dan zie ik hier dat ik in moet loggen met een Trimble ID. Mocht je nou nog nooit een Trimble ID hebben aangemaakt, dan voer je hier het mailadres in wat je het meest gebruikt. Dan klik je op Next en dan zegt hij, hey, wie ben jij? Dan kan je je gegevens aanvullen en dan maakt Trimble een eigen Trimble ID voor je. Wat is hier nou het nut van? Nou, afhankelijk van dit ID weet SketchUp of je een abonnement hebt of niet. En hij kan bestanden bijvoorbeeld voor je opslaan. Dit heb ik gedaan. Ik heb er alleen, dus ik klik op Next. Dan geeft hij mijn wachtwoord weer en dan klik ik weer op Next. En dan zegt hij, als het goed is, je bent signed into all things SketchUp. Dat wil zeggen dat je met SketchUp aan de gang kan. Nou, als ik deze dan wegklik, zo, dan krijg ik dit venster in beeld. Wat doet dit venster? Nou, standaard staat hier simpel inches. Als ik nou doorga met het openen van de tekening, dan staat de maateenheid ingesteld op inches. Dat is niet handig. Daarom ga ik altijd naar millimeters. Ik heb daar een eigen template voor aangemaakt. Dus ik ga hier naar SketchUp Expert millimeters. En ik zet eerst mijn muis in dat rondje. En dat doe ik zodat dat mijn voorkeur is voor de volgende keer. Voor jou kan het zijn architectural millimeters. Daar kan je ook het hartje in het rondje zetten. Dat geeft jouw voorkeur aan. Ik zet deze aan. Als ik dat heb gedaan, dan klik ik op het veld wat daarboven staat. En als het goed is, opent dan SketchUp. Moet ik even wachten. Denk ik, heeft hij er zin in vandaag. Daar is hij. Zo, SketchUp is nu geopend en ik heb hier al een aantal werkbalken ingesteld die jullie misschien nog niet hebben staan. Nou, wat moet je doen om extra werkbalken in te stellen? Je gaat naar View en dan naar Customize Toolbar. Dan komt dit scherm in beeld en eigenlijk de hele bovenste rij, ongeveer tot aan model info, is handig om in je bovenbalk te hebben. Nou, wat doe je daar nou mee? Wat je niet gebruikt, kan je wegslepen. Zo. En wat je wel wil gebruiken, dat kan je daar vervolgens inslepen. 1 en 2. Undo redo is heel handig. Dingetjes met schaduw. Tekst vind ik ook wel leuk. Modelinformatie is ook wel een goede. Ignore. Als je dit eenmaal allemaal hebt erin staan, dan klik je op Done. En dan kan het zijn dat je deze werkbalk nog niet hebt. Nou, waar trek je die dan vandaan? Je gaat naar View, Tool Palettes, Large Toolset. Als je die hebt aangeklikt, dan komt die erin. Nou, als het goed is, ben je dan klaar om te gaan starten met SketchUp. Dus veel plezier met dit prachtige programma. Wil je nou meer weten en wil je de volgorde in één keer goed? Kom dan een training bij ons volgen. Check de site en kijk onder basiscursus. We geven ze live klassikaal en we geven ze ook online via de webcam op deze manier. Kijk voor de laatste ins en outs op onze site. Heb je nou vragen, stel ze via het contactformulier of via WhatsApp. En ik dank je voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat die je een beetje heeft geholpen. Fijne dag en tot de volgende video. Dag!